Het saneren van de vervuilde grond van het NRE-terrein zal de gemeente meer dan 2,5 miljoen euro kosten. Op aandringen van de gemeenteraad heeft de Eindhovense wethouder Scheurs laten uitzoeken wat de sanering kost. De grond bij het voormalige industrieterrein wordt dan een meter diep afgegraven. Om de sanering deels te kunnen betalen, wil de gemeente het grote parkeerterrein daar uitgeven aan een projectontwikkelaar. Dat levert een kleine 9 ton op. Verder wil de wethouder 50 grote bomen laten planten om het terrein een groener karakter te geven.